10, 5, 4, 3, 2, 1, actie! Welkom bij het programma Sorry, waar de mensen excuses aanbieden aan elkaar. Vandaag Nick Kreuze, die is vreemd gegaan. We zijn hier bij het huis van de heer Kreuze. Zijn vrouw, Annelies Kreuze, heeft ons gevraagd een oogje in het zeil te houden. Kom, we gaan even binnen kijken. We moeten wel stil zijn, want de heer Kreuze verwacht ons niet. Sst, aan de hand. Ga nu naar boven, want hier is hij. Ik hoor harde muziek. Ik hoor wat kraken. Even kijken bij de heer Kreuze in zijn kamer. Welkom terug in de studio's van het programma Sorry. We hebben de heer Kreuze uitgenodigd om bij ons in de studio te komen. Hij is aanwezig. Laten we hem even vragen wat hij van de situatie vindt. Ja, ik vind het heel erg dat dit zo is gebeurd. Ik ben vreemd gegaan, maar ik was ook politiek incorrect. Ik probeer mijn gevoelens gewoon niet te uiten. Kijk, ik probeer het wel, maar het lukt me gewoon niet. Ik weet dat ik een hele mooie schone vrouw heb, dat weet ik. Maar ik kan het er gewoon niet zijn doen. Ja, maar meneer, ik weet niet met welke vrouw met in bed lag, maar ik snap u niet helemaal. Kijk, ik heb gewoon mijn emoties niet in de hand. Ik heb het veel te druk met mijn werk. Ik heb spanning. Ik heb gewoon verlost nodig. Maar als u het te druk heeft met uw werk, waarom kunt u dan wel liggen neuken in bed met deze vrouw? Ja, kijk, mijn vrouw is ook nooit thuis. Dat is het probleem. En ik heb ook wel eens genot nodig. U heeft ook wel eens om in bed te liggen met iemand anders? Nee, niet met iemand anders. Maar mijn vrouw is er nooit. Ja, ik snap wat u bedoelt. Oké, laten we mevrouw Kreuze erbij halen. Na de reclame. De nieuwe X Unlimited. Ik gebruik altijd soda voor mijn wasmachine. Om te wassen. En u ook. Hou even, wat ga jij doen? Je moet het allemaal gebruiken. Is dat zo handig? Ja. Wat gebeurt er dan? Alles wordt veel witter. Wow, nou dan ga ik eens proberen. 10 minuten later. Wow. Wat een verblijvend resultaat. Wasmachines leven langer met kalgom. Welkom terug bij het programma Sorry. Meneer Kreuze is hier al aanwezig. U heeft hem net gezien voor de reclame, als u net al heeft gekeken. Ik wil graag vragen of mevrouw Kreuze bij ons wil komen zitten. Goedendag mevrouw Kreuze. Wat vindt u ervan dat uw man is vreemd gegaan? Heel erg. Dat weet hij zelf ook wel. Maar meneer? Ja. Kunt u nog één keer herhalen waarom u bent vreemd gegaan? Want die vrouw wil het denk ik ook horen. Ik weet het, ik ben politiek incorrect geweest. Dat is wel voor de tweede maal. En kijk, ik probeer niet vreemd te gaan, maar ik heb ook genot nodig. Mijn vrouw is al bijna nooit thuis. En als ze alleen thuis is, is pas 4 uur 's nachts. Maar wat voor werk doet u dan? Ik werk bij de NS als conductrice. Als conductrice, maar dan heeft u toch niet zoveel uren? Jawel, want hij werkt niet, dus ik moet heel veel werken. Oh, maar wat voor werk doet u dan? Ja, dat zegt ze net. Ik werk niet zoveel, af en toe een baantje. Vooral als ik af en toe een computer moet maken of zo. Maar dan kunt u zich toch wel voorstellen dat het niet haar schuld is, maar dat het eigenlijk die schuld is dat ze maar thuis is. Maar waarom is het dan mijn schuld? Omdat u, als u meer gaat werken, ook om 5 uur thuis kan zijn, of om 6 uur, wat u zelf wil, en een vrouw er ook thuis kan zijn. Ja, maar kijk, zij wil zo graag werken en dat ik voor de kinderen zorg. Dat zegt zij zelf. Dus u wilt het zelf? Ja. Nou, dan had u het zien. Maar zo wil ik het niet. Nee, maar u had het aanzien komen. Nee. Nou, gaat u maar even terug naar backstage. Dan praat ik nu even verder met meneer. Ja. Oké. Meneer. Ja. U zag het net, hè? Uw vrouw is heel erg ontroerd. Ja. Wat heeft u daarover te zeggen? Ja, ik vind het heel erg. Ik wil het graag weer met mijn vrouw goed maken, maar ik weet nog niet hoe. Ik wil die andere vrouw helemaal niet meer. Ik wil alleen haar. Haar in mijn armen sleuren. En ik wil gelijk werk gaan zoeken. Ik heb een goed diploma, dus ik moet gewoon, uit mijn hart moet ik gewoon
zo'n sollicitatiebureau instappen en zeg je, ik wil werken. Maar waarom doet u dat dan niet? Kijk, dat weet ik nou nog niet, hè. Dat is gewoon mijn probleem. Ik heb ook wel hulp nodig. Ik ben ook vroeger jaren al een paar keer in aanraking gekomen met de politie. Politie? En ik ben ook mishandeld. Nou, meneer Kruis begint ook wat te huilen. Straks, na de reclame, bedoel ik, gaan we verder met dit verhaal. Meneer Kruis moet zijn excuses aanbieden aan zijn vrouw. Ja, dat zal ik doen. Ja, zult u dat doen? Oké. Nu, terug naar de reclame. Echt niet? Fuck! Ja, ja. Dit is de PlayStation 3. Het heilige nieuwe monster van Sony. Welkom terug bij het programma Sony. De keuze is een beetje bijgekomen. Mevrouw ook, ze waren net aan het huilen. Een beetje make-up, hier en daar. Nou, meneer Keuze, u kunt beginnen met uw excuses. Het spijt me. Het spijt mij ook. Volgende week in het programma Sony. Nog twee mensen die ook vreemd zijn gegaan. Laten we nu maar even stoppen. Dat namen we heel erg heftig. Tot volgende week.